had nog één iets over. Die 900.000 bijen. Zwerm, zwerm. Pieter, één van de 30. Zwerm, 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 zwerm. Je ziet, we worden daar redelijk opgewonden van. Hij zing in een boomje die ver van zijn werk. Hij moest om 2 uur terug op zijn werk zijn. Hij heeft wel echt werk. Hij zegt, kom af, mijn zwermkorf en 2 imker pakken. Ik spring in het bijenbusje. Mijn droom komt uit met dat geschilderde busje in een verse zwerm. Dat ruikt naar citroen, dat is heerlijk. Ik dacht, yes, mijn goede maat. Ik dacht, dit moet ik in orde doen. Ik kom op Marktplein van Ledenberg. Hij staat daar in zijn onderbroekje. Ik haal de zwermkorf uit. Ik haal de imkerpakken. Ik heb ze niet mee. Ik heb ze niet mee. Hij zegt, meende dat nu? Ik zeg, wacht. Hier in de zwermkorf. Er zat iets wits in. Het was een imkerpak. Kleintje. Eentje dat ik heb gekocht voor mijn 8-jarige zoon. Omdat hij zou kunnen helpen om zwermkes te vangen. Ik pak dat pakje vast en ik denk, oh, maar dat gaat ook wel gooien. Je zag dan een beetje dat dat niet voor mijn leeftijd was. Ik kwam tot hier en tot hier. Een rits kon niet dicht. Mijn neus zat tegen een ijzerdraad. Je zag die bijen kijken van minder dan nu. Ik zat op de schouders van Pieter Ey alleen met dat onderbroekje aan. Ik had verwacht dat ze zouden denken van, goh ja, het is toch een imkerpak, hè? Het is toch, ja, het is niet helemaal in orde, maar het is toch in de richting, hè? Wat presseren ervoor? We gaan een keer luidzoomen in plaats van te staan. Maar volgende keer gaan we staan, hè?